Datasuur heeft een memorandum of understanding getekend met de grootste datacenter van Curaçao, Blue Nap Americas. De ondertekening is gedaan door de directeuren van Datasuur en Blue Nap Americas, respectievelijk Anfit Ramlakhan en Giovanni King. Naast de MOU is er ook een geheimhoudingsovereenkomst tussen de twee bedrijven getekend. Volgens King wil het bedrijf niet alleen haar diensten aanbieden in Curaçao, maar heeft zij de ambitie om ook buiten het eiland diensten aan te bieden. We zijn bezig met het bouwen van een netwerk waarbij wij eigenlijk ook nog geografische redundancy kunnen aanbieden aan onze klanten. En daarvoor is de samenwerking met Datasuur ontzettend belangrijk. We hopen daardoor niet alleen onze klanten de mogelijkheid te bieden om hun informatie elders op te slaan dan alleen maar op Curaçao, maar dat we samen ook weer de rest van de regio en misschien wel de wereld onze diensten kunnen gaan aanbieden. Ik geloof in samenwerking en gelukkig Datasuur ook. En als gevolg daarvan geloof ik dat we vandaag met het tekenen van deze overeenkomsten de start geven aan een mooie samenwerking tussen twee partijen die in principe, als je het van buitenaf bekijkt, dezelfde diensten aanbieden. En vaak genoeg zou men denken dat dit betekent dat je concurreert met elkaar en dat je niet samen wilt werken, maar door deze handtekeningen die we vandaag gelegd hebben op deze overeenkomsten bewijst het dat ook mensen die dezelfde diensten aanbieden met een andere visie meer kunnen aanbieden dan ieder op zich. Dus leuke samenwerking, leuke overeenkomst en hopelijk ook nog ontzettend veel mooie en leuke projecten voor de toekomst. Datasuur was al voornemens zich uit te breiden naar de regio en is blij dat Blue Nap Americas de samenwerking contractueel heeft vastgelegd. In het strategisch plan van Datasuur 2022-2026 komt voor dat er ruimte is voor een expansiestrategie. De reden daarvan is dat een datacenter business portfolio niet alleen gefocust kan zijn op business continuity binnen je eigen land. Je moet de grenzen verleggen, je moet economies of scales creëren en dit is dan de eerste stap die we nemen om binnen het Caribisch gebied dan een samenwerking aan te gaan met een van de top datacenters die gevestigd is in Curaçao. Wat dit voor Datasuur en haar klanten betekent, dat er nog meer redundantie is, er is nog meer vertrouwen, there is more reliability, there is more continuity en waardoor je een stukje trust gaat versterken bij onze klanten en ook uiteraard andere klanten uit het buitenland, die hebben ook de mogelijkheid om klant te worden van Datasuur in Suriname. Dus het is een hele mooie samenwerking waar er heel veel potentie in zit en er is een code die ik altijd gebruik, Think Global, Act Local en Serve Regional. En daarbij is het dus echt een daadwerkelijke praktische initiatief die we nu ter hand nemen. Blue Nap Americas is een van de grootste en best beveiligde datacentra van Pan-Caribbean die wordt betiteld als een TR4 datacenter. Datasuur is niet helemaal op hetzelfde niveau, maar is wel gebouwd op de standaarden van TR3.